Ik heb al heel lang een poster boven mijn bureau hangen. En dat is een poster van Loesje. En daar staat op: het kan wel. En dat is waar ik plezier in heb. Als anderen zeggen dat kan niet, dan gaan we aantonen dat het wel kan. En ook nog op een goede manier. Ik ben Wim Robertsen, directeur van Business in Wind. Business in Wind is een bedrijf die actief is in de repowering in de windindustrie. En repowering betekent dat gebruikte turbines worden weggehaald en heel vaak worden vervangen voor nieuwe turbines. Waarbij Business in Wind de bestaande turbines opkoopt, demonteert en transporteert. En in een aantal gevallen ook weer op een andere plek in de wereld weer opnieuw opbouwt. Om daar voor het tweede leven nog weer jaren de wereld van energie te voorzien. Ik ben Edward van Heuvel, ben site manager bij Business in Wind. Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid en het zoveel mogelijk op tijd uitvoeren van de werkzaamheden hier. Nou, wat we hier vandaag aan het doen zijn is windmolens weghalen vanaf het water. We hebben hier een grote 100 meter lang ponton. En op het ponton hebben wij een grote landkraan staan. En met deze grote landkraan halen wij eigenlijk de windmolencomponenten vanaf de kade richting het schip. Die laden wij vervolgens in een transportponton. En dan gaan ze naar de laatste bestemming toe. We doen het vanaf het water om de verkeersader, de A15 en de nabijgelegen spoorlijn niet tot last te zijn. Het eerste wiekenstel is vanochtend gedemonteerd. Het weegt 52 ton, vangt veel wind. Dat was toch even spannend, maar mede door de samenwerking met de juiste partijen soepel verlopen. Het mooi maakt met werk aan het water dat wij wonen op een schip. En wij zijn nu aangemeerd aan het grote drijvende eiland waarop de kraan staat die de windturbines demonteert. Als Business in Wind voeren we onze werken goed voorbereid uit. En dat is pas bevestigd dat we het goed doen, doordat wij nu ISO 9001, 14001 en 45001 gecertificeerd zijn. En dit is de laatste nieuwe standaard, waar nog niet heel veel bedrijven zijn die dat gehaald hebben. En daarom zijn we er trots op dat wij voldoen aan de eisen die gesteld worden in deze normen. Wat we als Business in Wind vooral belangrijk vinden, is dat mensen plezier hebben in wat ze doen. En dat ze met een glimlach hard werken. En door die glimlach en plezier in je werk, is kwaliteit en veiligheid nooit een probleem.